Ik check mijn schild. Wat heb jij nou? Een schild. Oh, cool. Hallo, ik ben Arjan. En daar met dat schild. Dat is Paul. Je ziet hem bij, hij zit achter dat schild. Ik ben benieuwd of hij die nog vaak gaat gebruiken. Dat klinkt goed. Een nieuw pakje. Ja, het is slim fit. Strak hoor, ziet er goed uit. Ja. Ziet er goed uit. Er komt ook iets overgevlogen, wacht even. Ja, is dat, is wel, vogel. Dat is een eindje uit de buurt, hè? We hebben al genoeg noodrantsoenen. Mensen, we gaan het volgende doen. Krijtjes voor kinderen kunnen we inleveren bij Jade. Hier zit een luchtje aan. Dat hebben we gedaan. Het gas in de stad, inclusief dat van de toren, is volledig weggevallen. Jeff heeft verstand van het systeem, maar hij is uit de toren vertrokken en woont nu in een soort fort. Ergens achter het station. Mijn geluid valt weer weg. Ik weet niet waarom het geluid... Het geluid valt weg als ik in die missies zit te lezen. Kan ik ze doen? Ja. Heel gek. We hebben zijn hulp nodig om de gastoevoer te herstellen. Dat hebben we al gedaan, we moeten hem alleen nog spreken. En volgens mij is hij, Jeff, bij Tolga en Fatin. En die hebben ons een opdracht gegeven. Namelijk, verzamel 3 accu's van de bussen bij het busstation. Want de broers hebben 3 zware accu's nodig. En die heb ik nu gemarkeerd op de kaart. Dus, wat dacht je ervan? Hey ho, let's go. Laten we die maar doen dan. Hey ho. Kun je die safe naar beneden? Go. Wat? Kunnen die safe naar beneden? Nee, hè? Nee, joh. Dan ga je hier naar beneden. Zo. Hartstikke idee. Goed, wat een toestand allemaal, joh. Hopsakee, ik ben in de speeltuin. Jij bent alweer naar beneden gesprongen daar. Dat had ik misschien ook moeten doen. Oh, fuck, ik ben bijna dood. Kut. Kijk je uit? Hey, ik ben ook in de buurt van die dropping, hé. Ja, ik totaal niet. Hey, je mag hem pakken, hoor. Zin. Nou. Ja, die gasten van... Die zat zo'n drive staan ernaast. Oh jee. Ga liggen, jongen. Zo, de cocktail, zo goed. Oeh, wat een drukte was dit. Oké, dat hebben we wel even mooi gedaan. Dus, ik pak even zijn spulletjes. Hij ook. Man, wat een bastard. Oké, dit is nog meer. Tuinsikkel. Kom maar op. En hier liggen de pakketjes. Dat was niet nodig. Ik wil deze even openmaken. Oeh. Nou, ik heb noodrantsoen. Wat? Ik zeg, ik heb noodrantsoenen. Ik kom naar je toe. Oh, ja. Er zijn onspitters op het dak. Oh, nog steeds? Ja. Heb je niks aan gedaan nog? Nou ja, ik heb ze een paar klappen gegeven, maar het werkt niet. Op het dak van het station? Ja. Dat is 1. Nummer 2 is daar. Opgeroepeld. Hij ligt nu beneden, of niet? Is hij dood? Hij is nog niet dood, of wel? Ik weet niet, man. Oh, daar weer. Hij is ook nog wel de smeren. Dat hakt er wel goed in, die vieze Terry. Echt, hè? Oké, nu zie je nog een... wat zie je daar voor een speciale zombie? Een renner of zo? Oh nee, die spitter is er nog steeds. Nu is hij dood. Haha, gaan we boven. We zoeken accu's. Daarvoor moeten we die bussen doorzoeken dus. En daarvoor moeten we hier zijn. Slim om de rotjes in te zetten. Wat jij nou joh? Jemig. Er zijn, bij al die bussen staan die zware gasten. Oh nee, voetbal op. Hier is de derde accu. Hartstikke idee, ook die is dood. Achterin. Oh, die is voetbal op, dames. Nou, als de vliegende brandweer weer terug. Hebben we nog dingetjes die we kunnen meenemen hier vandaan? Nee. Too bad. Nou, goed gedaan met die accu's, man. Teamwork.
Ja. Ik maak grote reuzen dood. En jij pakt. Precies. Goed bezig. Die begroeiing, jongen. Door die begroeiing denk ik steeds dat ik maar een halve meter hoog ben. Het staat er nergens op. Nee. Ik voel me echt kabouter als ik door die begroeiing loop. Maar ik krijg helemaal niet in dat het dan heel erg. Dat het nou heel erg hoge begroeiing is, dit hier. Dat zal ook wel meevallen, denk ik. Hoehoe. Here we go. En volgens mij, als we dan naar die gozer toe gaan, dan zijn we in de buurt van Jeff. Die ook nog wat voor ons heeft. Ja, dat zou heel goed kunnen. Hier moeten we zijn. Oh, hier zijn ze. Dit is bij de school. Hey, boys. Dit is bij de school weer. Ja. Oh, dat wist ik niet. Here are your batteries. Better check them for bite marks. Well done. No problems with the counting part of the mission? How much more do you need to do on this project of yours? None of your business. Goodbye. We zijn nu klaar met die broertjes, hè? Oh, toch wel. Nee. Oké. Okay. Maar nu Jeff. Want die zit dus niet hier, blijkbaar. Hier zit een luchtje aan. Zie je waar die zit? Ik heb hem gemarkeerd. Nee. Ja. Gewoon het rondje. 164. Meter. Dat klopt niet best, hè? Wat? Nou, dat geluid. Het klonk alsof er iets gebeurde. Iets engs. Wat is hier zo'n enge zombie in de buurt? Hierboven zit hij. Ik loop bij vier het spoor, hè? Ja, ik ook. Ik loop 18 aan. Het is trouwens erg druk. Hier. Mooi, die zombies laten zich allemaal achter ons aanvallen. Wow, super druk. Oh, alle mensen, hé. Ik heb gewoon lek hierdoor. Laat ze erop. Ik word niet dood. Ik ga dood. Ah nee, wat shit. Ah, hier baal ik zo van. Ja, ik lig tussen de zombies, man. Weet je hoeveel zombies hier liggen? Ik zie het. Miljoenen. Nou, daar gaan we dan. Weer open overlevingspunten kwijt. Hop, 1400. Ik begin waarschijnlijk daar waar jij bent nu. Waarom breng ik ze ver uit de buurt? Staat nergens op. Die zon is toch veilig? Ja. Hier binnen is het veilig, ja. Oh, hier moeten we zijn. Hier is Jeff. Oké. Hallo, Jeff. Ik heb echt... Heb jij ook zo'n lek met al die zombies? Nu valt wel mee. Zo, hey. This is the Fort Jefferson Tower, and you will address me as Commander Jeff. Yes, Commander. Is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville, or Jeffland, or Jeffertown, New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff. There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. You shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson apocalypse wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. I hate to lose you. Allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. Fantastisch. Oké, kraan moeten we openmaken. Wil je samen gaan of wil je splitten? Zullen we samen gaan? Ja, dat is niet zo handig. Misschien moet een andere uitgang. Ja, ik zit er naar te kijken. Ik denk dat is niet handig. Ik heb echt gigantische lag nu.
Zullen we die daar nemen, helemaal recht voor? Ik loop achter waar jou ik nu heen loop. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Hier moet ergens een kraan zitten. Oh, een bommetje! Oh shit! Oh nee! Paul, er zitten hier heel veel zombies nu. Er is ook een splitter, hè? Hierboven. Opgeladen. Hier is een bommer. En daar gaat hij. Goed bezig, zet hem op. Ik red je wel. Pak mij de gast ook aan. Ja. Oeh. Is het gelukt? Ja, de een is aan. Oké. Okay. Laten we wegwezen. Oh. Alle magies, joh. Ik ben weg. Ja, ik ook. Er zit een renner achter me aan trouwens. Ik loop naar jou toe. Sierra, ik ben? Ja, ik loop die kant op van die... Ik wacht even op. Nee, ik ben achter, naast je. Kijk eens. Oh. Zie je dat? Yes. Die is ook een splitter trouwens. Oh fuck. Die is een enorme gast. Waar? Hier, die kraan bewaakt. Oh, wacht. Dat gaan we even doen. Ik durf dat wel. Ik ben er ook in. Ik ben er ook in. Hoe kom ik hierin? Via de... Hoppakee. Hij is dood. Haha. Zo de mythes, dat was cool. Goed, waar halen we die schakelaar om? Ja, hier. Ik zie hem. Ja. Yes. Gaan we dan. Yes. Ik moest even meegeven. Oké. Okay. Hartstikke flat. Dan kom ik hieruit. Even, kom ik hier maar uit. Zo. Oh, hier nee, misschien. Joh. Oh, hier. Eruit? Ja, hier, ik kan die paal in. Oh, in die paal natuurlijk. Slim. En dan? Oeh, dat was best wel hoog gevallen, hé. Goed, die kant op. Deze kant op. Yes. Die gaat goed, man. Ja, we gaan super hard. Die commander, de commander zou blij met ons zijn, hé? Ik denk het wel, ja. Oh, fuck. Het is ook in de tunnel, is het. In de tunnel? Ja. Oh. Oh, grote jongen. Wordt het avond, hé? Ik weet niet, man. Ik sta nu op de bus. Ja, hier naar binnen. Waar? Hier naar binnen. Kan de deur ook dicht? Nee. Waar is hier? Kom hier. Waar ik sta, hier. Oh shit, achter mij. Oh nee, 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 nee. Creepy, creepy, creepy toestand. Wat een hoop zombies, man. Oh, hier is die kraan. Wacht even, even kijken of de deur dicht kan. Kan dat? Nee, kan niet. Tuurlijk niet. Oké, okay, zet hem op, hé. Yes, gelukt. Even kijken hoe laat is het nu? Het is 8:30. Als we opschieten zijn we veilig bij die gozer. Dan is het... Zijn we niet veilig bij die gozer, maar dan zijn we veilig. We hebben nog 25 minuten. In-game tijd. Oké.
Is er nog een safehouse in de buurt eigenlijk? Is dat een safehouse daar? Ja, 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 hier. Oh, laat maar eruit, laat maar eruit. Ik ga dood. Nee, 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 nee. Oh man, dit is creepy. Ik ren even door. Ja, ren jij maar even door. Ik ga even kijken waar ik ben. Oké, ik ben aan de verkeerde kant hier beland. Ik ben aan de verkeerde kant. Ja, ja. Oh, shit. En dan er bovenop. Nee, laat maar eruit. Oh nee, ik ga dood. Oh, help. Oh, dat vind ik echt niet leuk, jongen. Dit. Hoe kom ik hier weg, man? Hoe kom ik hier weg? Lichtval. Heel slecht idee. Ik ga hartstikke dood. Oeh. Ik ga vanaf hier. Kak. Ja, het is 9 uur. Ik ben binnen. Binnen? Waar ben je binnen? In de veilige zone natuurlijk. Daar ging ik naartoe. Ik wil eerst even slapen. Ik ga hartstikke dood hier. Het is doodeng. Nee, de nachtval. Ja. Nee, ik wil niet in mijn eentje. Ik laat me doodgaan. Ik ga me doodgaan. Pak hem maar, pak hem maar. Yes, pak hem maar. Ik zit even te kijken hoe ik binnenkom, want ik moet even een slaapzak vinden. Ik bedoel, ik voel me hier uitermate veilig, maar nou nog eventjes. Oh, ik ben gelukkig dood. zonder zo'n nachtding. Hey, ik heb geen punten verspeeld. Hè? Geen overlevingspunten kwijt? Nee, ja. Dat komt omdat het nacht is. Oh, hier, ik ben hier bij Jeff Huppeldepup, hé. En er is hier geen bed. Oh, hier is wel een bed. Dus je moet hier naartoe rennen. Nacht overleefd. Serieus? Nacht overleefd? Dat kan helemaal niet. Het stond er. Oh, ik ben aan het wachten. Oh ja, ik kun moet... Kun je hierheen komen? Ja, ik moet naar jou zappen. Dat kan. Ik kan hem ingedrukt houden. Ga ik nu naar jou zappen. Nou, daar ben ik. Oké. Okay. Maar dat is wel balen, want ik stond even naar Commander Jeff te kijken nu. Dan moeten we hier weer weg zien te komen. Wat is dit? De school. Oké. Okay. Laat maar vallen daar, ja. Daar moet het ook natuurlijk om goed uit. Als we snel zijn, dan zijn er de eerste mannen van Rise bij. Ik denk dat we snel genoeg zijn. Oh, er zijn wel mannen van Rise bij. Oké, okay, wacht even. Wat is hier aan de hand eigenlijk? Ja, hier is super druk, hè? Oh shit, het gebeurt hier. Er is een spitter. Ja. Maar waar is die? Maar dit is het ding waar we heen moeten. Waar zit die? Waar zit die spitter? Oh, daar, op het dak. Je moet echt even dood, hè? Die vieze smurrie. Oké, okay, wapens gerepareerd. Hier gaan we nog lekker dood. Ik heb een goed wapen. Dat moet te doen zijn. Kom, liggen jij. Jij ook liggen. Niks, niks ervan. Niks ervan. Allemaal dood. Opgeroppeld. Allemaal dood. Allemaal dood, jullie. Allemaal kapot. Hartstikke plat. Ga eens liggen, man. O jee. Jongen, jongen, jongen. Ik heb wel last van lek. Het overdrukte. Opgeroppeld. Oh shit, mijn wapen is kapot. Nou, ik heb een minder goede wapen. Het is niet anders. Veel meer werk voor nodig. Laser op met jouw ding. Zo. Hehe. Oké, hier dat nog één zo'n doet. Oh, is een grote. Goed aan kan. Kunnen we die met stroom doen hier beneden? Hij staat in het water. Hé. Even na te denken of ik iets heb.
kom je eigenlijk binnen? Oh, via de tunnel, hé. Zie je dat? Oh ja. Maar even die zombies loot hoor. Er ligt te veel zombies om niet even gebruik van te maken. Nou, wel, er zitten geen goede zombies tussen. Oh, deze deur moet even opgefrummeld. Ik heb nog zat van die dingen. We gaan eens even. Hartstikke idee, hij is open. Ik denk dat we hier een tunnel in kunnen. Er is ook een kistje trouwens. Ah, oh, hier dan. Alcohol. Het wordt allemaal bubbelen, nee, joh. Triool waarschijnlijk. Oh ja. Deze deur kunnen we ook open doen, maar ja, dat is de andere kant van het schuurtje waarschijnlijk. Yep. Ja, we moeten via een tunnel, man. Hé, hey, hier is een Oh ja, ja, natuurlijk, daar kwam ik voor. Dat was die rookpluim, daar ging ik eerst naartoe. Fakkels en een noodpakket, ik kom op met de fakkels, jongen. Goed, maar waar is het riool? Nou ja, het, als het een rechte pijp is, dan zal het hier ergens zijn, denk ik. Aan deze kant, in het water. Hier, zwemmen. Watertje in. Hartstikke idee. Ik zie hem al staan, onze grote vriend. Even een goed wapen gebruiken, want ik heb ook een pistool. Zal ik die eens gebruiken? Die doet best wat schade. Ik heb genoeg munitie, denk ik. En dan denk ik dat het flink wat schade. Hij komt er toch niet uit. Hartstikke idee. Ah. Gaan we dan. Zet hem op, hè. Voornaamse distributiepoort. Zet hem op. Er komen trouwens nu snelle zombies aan. Oké, okay, wegwezen. Ontsnap uit het explosiegebied. Ja, dat ding gaat ontploffen. I opened the local valves plus the primary gate. Uh-huh. What about the ballast lines? Wait, the what? Flaming flatulence. Do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up. We're going to be leaking more gas than Grandma Christmas. Okay, we moeten de kranen sluiten. Oké, okay, ik loop gewoon één zo'n gebied in. Oké, er zijn hier heel veel bad guys ook in de buurt. Ik loop hier met z'n 18 op mijn internet. Ja, ik ben dood. Jezus. Is het druk daar? Oh jee, maar allemaal van sneller. Ja, heel veel sneller. Okay. 1400 punten verloren. Kak! Ja, het is dag, hè? Dat is het voordeel van 's nachts rondgaan. Ja, maar ja. Moeten we nou die dingen zo dicht doen? Ik weet niet. Oh, even, ja, de blauwe lijn. Die moeten we dicht doen. Oh, daar! Oh, de lijn. Hier. Gaat-ie. Gaat-ie. En dat is één, denk ik. Oh, van de blauwe lijnen. Ah, oké. Okay. Hoepel op. Is er nog één? Het zou hier dan echt moeten zijn. Oh ja, daar. En... dicht. Er zit een snelle zombie hier. Oké. Okay. Kom dan. Wow.
Dat was een boomer. Op man. Er is nog een blauwe sluitding. Daar ergens. Ja, ik ga hem zoeken. Die hebben we gehad. Hij moet hier zitten. Ik heb hem. Heb je hem gevonden? Ja. Oh, snel, snel, snel. Ja. Goed zo. Man, fijn dat jij er was. Nog één. Dat was het. Er komen heel veel renners aan, hè? Oh shit, ik ben al verkeerd aan opgelopen. Ik ga even hierop. Hier bovenop durf ik wel. Dus hij klimt er ook bovenop. Nog eentje, toch? Ik heb twee van die renners achter me aan. Ja, ik heb er drie achter me aan. Maar ik ben op een bus geklommen. Dat wel kan, wel. En hier kan ik je weer niet op. Fuck. Ja, ik ga hartstikke dood. Fuck. Kak. Oké, okay, de renners zijn dood. Ja, ik had het ook. Maar je moet ergens bovenop klimmen. Dan klimmen zij er ook bovenop. Dan kun jij ze... Ja, maar ik klom op een muur met prikkeldraad wel. Oh nee. Oeh. Ja, ik had hetzelfde. Het is er erg druk bij onze grote vriend Jeff. Ah, ik ben nu bij Jeff. Oké, okay, nou, ik kom eraan. Oh, hier staat Jeff. Ha! Ik kom via het treinstation, of kom ik er volgens mij wel aardig makkelijk bij. Ik ben een omweg zo. Ik pak even een knabbeltje hoor, ondertussen. Wow! Auw! Dit deed zeer! Hier naartoe. Waar is Jeff? Daar toch? Nou, op de eerste verdieping. Oké dan. Hé. Wacht even. Ik ben bij de verkeerde Jeff. Nee, ik ben niet bij Jeff. Ik ben op de verkeerde plek, weet ik. Ik moet daar zijn. Oké, gaan we doen. Hoehoe. Oké, nog een keer. Volgende poging. Yes. En nu naar hem toe. Man, wat een toestand dit. Maar we hebben het gered. Hey Jeff. Nou. Well done, soldier. I'll open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. Now, I think I should watch this from a distance. If you insist, you got 10 seconds. Wat gaat hij doen? Een wedstrijd? Nee. Waar is die muur? Oh, wat? Oh, hier beneden. Nee, shit! Wow! Wat? Wat gebeurde hier? Jeff, and the gas is back on. That's a relief. Told you, it's irreplaceable. Oké, okay. Dat ging niet goed, hè? Ben jij ook dood gegaan? Nee. Maar ben je weggerend uit het oranje rondje of zo? Nee, ik ben er gewoon nog in. Raar, man. Oké, okay, nou goed. Ik weet niet waar jij bent. Ja, daar ben je ergens. Even kijken of ik bij je kan komen. Oh, dit was een... nu waarschijnlijk ergens. Dit was een raar verhaal, man. Ik snap niet wat er gebeurde. Ik zag wat branden en daarna ging het mis. Oké. Okay. Jij bent hier ergens. Het is erg druk, hé. Nou, hartstikke idee.
Maar goed, Jeff zijn apocalypsmuur, die heeft het, die gaf een flinke ontploffing in elk geval. Ik heb het niet gered. Hey, dit is toch de veilige zone dit, waar we nu zijn, of niet? Ja. Nou, bekijk het maar, want er is hier een zombie. Oh ja, veilig, veilig. Oké, ja, het zit erop denk ik. Tenzij we nu even snel naar de toren rennen. En even die krijtjes aan Jade geven. Zullen we dat doen? Oh ja, dat is wel een goeie. Yep. De toren is hier. We zijn best dichtbij. Nou, niet heel erg hoor. Hehe. Lift in, naar boven. Andere spelers wachten op je. Nou, Lea of Lia, of hoe heet ze ook alweer? Jade heet ze. Close enough. Is ze hier? Nee, ze is verder boven. Ah, hier is ze. Ik zit in de kamer ernaast natuurlijk. Niet te geloven. Ja. You found some crayons. Oh, fantastic. You're the best. The kids are gonna lose their minds. But in a good way. Here, take this. You'll make better use of it than I will. Een mitrailleur? Nee. Dat was leuk geweest, maar goed. Welke schooljuf heeft er nou een mitrailleur, hè? Hey Paul, waar ben je? Hier, ben je Paul, nog. Achter je. Goed, we gaan een dikke vette punt zitten. Lieve mensen, dit was weer genoeg actie voor een avond. De volgende keer gaan we weer verder. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen en wij zien je dan dolgraag de volgende keer weer terug. Hè Paul? Yes, hartstikke leuk jongens. Tot de volgende keer. Leuk. Bye bye. Goeiedag.